Dames en heren, goedenavond. Welkom weer bij QN Studio Sport. Op deze zondagavond, vandaag is 24 september en een gloednieuwe aflevering. Straks in het binnenlandsgedeelte praten we over het vervolg van Krav Maga. We hebben het een tijdje geleden belicht. Een vervolgtraject met jungle training erbij. En het sterrentoernooi of het Shalom toernooi is ook vandaag geëindigd, waarbij we afgelopen vrijdag Robins hebben gehad tegen Leo Victor in de eerste ontmoeting en Transvaal kwam uit tegen Inter Motabu. En vandaag hebben we gehad de derde, vierde plaats en natuurlijk de finale. Wat betreft het buitenlands sportnieuws kijken we naar La Liga met Barça en Real Madrid. In de Premier League kijken we waar Liverpool deed en natuurlijk Manchester City. In de Serie A gaan we kijken naar Juventus in de Ligue 1 natuurlijk. Paris Saint-Germain en in de Nederlandse competitie kijken wat Ajax gedaan heeft tegen Vitesse. Als we tijd over hebben, moeten we aandacht besteden aan Feyenoord. Want in Rotterdam wordt er voorlopig beter gevoetbald dan in Amsterdam. Wat mij betreft, graag tot zo. Goed, welkom terug en traditiegetrouw beginnen we altijd met voetbal, omdat dat de rode draad is in QNC Sport, maar vakantieperiode altijd leuk om voetbal even terzijde te leggen. En we gaan praten over Krav Maga. Hebben we een aantal maanden geleden belicht en goede reactie gehad. Want ja, dat is natuurlijk een verdedigingssport met zoveel uitvalshoeken en invalshoeken. En daarvoor hebben we een aantal specialisten weer uitgenodigd in de studio. Sterke bezetting. En aan de andere kant van de tafel hebben we Malcolm Bilkerdijk, welkom in ons programma. Dankjewel. Raoul Ramjian, ook welkom. En Jos Bender, ook welkom in het programma. Heren, als ik praat over Krav Maga, om met jou te beginnen, Malcolm. Ik heb gezegd in het begin een hele mooie naam, grote uitstraling. En het verbaasde mensen eigenlijk toen we wat foto's hadden gehad en toen Ramon hier was, dat eindelijk Surinamers, hetgeen waarmee je hebt opgezet, veel meer impact heeft gehad vanwege het verdedigen. Te bedenken dat de criminaliteit in alle landen ook toeneemt, maar ook in Suriname. Vandaag zijn we hier in het vervolgtraject. Hoe gaat het met de ontwikkeling van de Krav Maga Academy in Suriname? De Krav Maga Academy, dat gaat heel goed. We zijn in februari gestart, 2015. We hebben een aantal maanden hier terug ook expert level 2 Ramon Tromp gehad. Maar het ledenaantal is enorm gegroeid. We hebben sinds kort ook een jungle camp gehad dat fantastisch is verlopen. En we mogen alleen blij zijn met deze groei die Krav Maga hier in Suriname doormaakt. Als je praat over je ledenaantal is gegroeid, betekent hetgeen dat geïntroduceerd is in 2015. Heb je het gevoel gehad dat vanwege de verhoogde criminaliteit, wat je overal hebt in de wereld, even dat, maar dat mensen zich nu ook betrokken voelen om zich beter te gaan beschermen? Ja, die indruk hebben wij wel. Mensen willen ook natuurlijk gewoon fysiek bezig zijn. Krav Maga heeft ook de component dat je mentaal bezig kan zijn. Maar belangrijk is jezelf in de meest moeilijke situaties goed te kunnen verdedigen. En natuurlijk ook je geliefde. Ramon, je bent nu hier in het vervolg van instructie geven. Ben jij onder de indruk geraakt hier komen en je ziet van hoe de ontwikkeling eigenlijk van Krav Maga heeft plaatsgevonden en zich continueert? Ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren dat ik hier ben geweest en zie hoe ze omhoog gaan. Best trots mogen zijn op de heren, hoe ze het systeem goed ontwikkelen bij de leden. Updates van mij en van andere instructeurs die hier naartoe komen, ja, het heeft wel baat bij, absoluut. Als je dat vergelijkt met natuurlijk de grote wereld van waar jullie allemaal komen en ja, de sport waar het eigenlijk van oorsprong is, Israël. Heb je het idee als instructeur dat eigenlijk de leden van de Krav Maga Academy in Suriname, dat dat eigenlijk een bepaald potentieel in zit, omdat de mensen echt uitkijken hiernaar? Ja, ik denk zeker wat ik van mening ben, dat er mensen zijn die als ze hier naartoe komen, een proeftest gaan draaien, een indruk krijgen van wauw, dit moet gewoon overal worden gebruikt. Ja. En zeker de manier van les krijgen door de heren, en die ik een beetje aan aanvulling mee kan geven, is wel van belang om ja, op een juiste manier te brengen bij de nieuwe leden. Ja, absoluut. Okay. Jos Benter, Jos, je bent
onderdeel van de Krav Maga Academy samen met Malkonnen. De groep die zich na de eerste introductie, nadat wij Malkonnen hebben gehad, is gegroeid. Zoals hij zegt, van, hoe gaan jullie met een bepaalde enthousiasme wanneer je dan dat soort trainingen geven? Want die groep wordt alleen maar groter. Juist, het is voor ons belangrijk dat elke training die technieken heeft, maar behalve die technieken ook een hele realistische situatie heeft. Dus je brengt mensen met enthousiasme, breng je mensen er naartoe en je zet realistische situaties om in werkvormen, in trainingsvormen, zodat ze het direct kunnen relateren naar, oh ja, ik ben niet gewoon een kata aan het lopen of iets aan het oefenen droog. Nee, in diezelfde training ga je die techniek van droog meteen praktisch gebruiken. Ik stel me voor dat dit een ijzersterke discipline eist. Als je ziet wat allemaal de specialisten vertellen, dan hebben we ook wel de mentaliteit in Suriname die het willen proberen. Waar je misschien de groep hebt die zegt, ik ga eraan. Hoe ga je met de groep die graag wil, maar eigenlijk zoveel tekort komt? Nou, dat is het leuke van Krav Maga. Iedereen kan het doen. We hebben mensen van boven de 65, we hebben vrouwen die een paar maanden terug zijn bevallen. En je gaat zo ver als je kan en net een stapje verder. Maar iedereen, het wordt geskilled zodat jij jezelf kan verdedigen. Dus niet alleen de Olympische topsporter zichzelf kan verdedigen. Maar jij met jouw lichaam, met jouw attitude, met jouw conditie. Malcolm, er is een jungle camp toen toegevoegd in het weekend. Wat zijn jouw indrukken geweest van de jungle camp? Het was al lang mijn droom geweest. Ik heb in Israël ook getraind en daar is het train in the source, train with the source. En dat is het onder die omstandigheden daar in de desert in Israël indrukwekkend. Maar zoiets wilden we hier ook doen. Samen met Josh hebben we toen gedacht, we gaan het iets moois van maken. Ook een militaire kazerne. En dan met een beetje militaire discipline, de mensen heel veel technieken bijbrengen. Mentaal op een hoger plan brengen. En het mooie ervan was dat we deze keer ook lekker konden gaan schieten met diverse wapens, wat onderdeel is van Krav Maga. Raoul, als jij zo uit je ervaring en de expertise die je hebt met zo'n jungle training, en dan wordt het in de buitenland misschien ook anders gebracht, hebben we in Suriname de ideale situatie qua terrein, qua grond om dit soort dingen te continueren? Ja, absoluut. Je mag best wel trots zijn op het land van Suriname. Dat je de middelen hebt, hè? De natuur waar je gebruik van kan maken. In Nederland is het anders allemaal. Het is allemaal een sporthal. Maar goed, je mag wel zeker wel trots op zijn als land Suriname. Ja. Zeg je ook van, als je hebt gekeken van hoe een jungle training hier gedaan is, de droom van Malcolm en Jos, dat we eigenlijk zouden moeten zeggen, tenminste jullie zeker van, jongens, dit zouden wij één of twee keer per jaar moeten doen om vaardigheid, techniek, maar ook die awareness van hoe je eigenlijk goed beschermd, gedisciplineerd met zaken kan omgaan. Ja, zeker. Ik ben van mening dat dit gaat groeien. En we hopen gewoon 3 tot 4 keer per jaar. Hè, met grotere groepen. Dus we wachten gewoon af. Jos, als jij een keuze zou moeten maken met in de jungle gaan om te trainen, of liever bij de academy in de stad, lekker bezig zijn, waarvoor zou je kiezen? Het is en-en, het is niet en-of. De jungle training is een experience aan zich. Maar die technieken, je proeft ze, je leert ze, maar je moet het onderhouden. En daarom zeggen we van nee, de academy in de stad, daar elke dinsdag en donderdag kan je dus die technieken perfectioneren en verder uitbreiden. Zodat wanneer het erop aankomt, onder stress of wat dan ook, dat je het feilloos kan doen. Een belangrijk aspect voor je om te weten, we sluiten nog niet af, is dat bij zo'n jungle training, zoals de experts het hier verteld hebben, dat er ook vaardigheden worden geïnstrueerd met wapens. Wij hebben met toestemming van hun onder een zeer strenge discipline ook de wapens even ten beschikking gehad. En lot wel, er wordt niet met scherp geschoten. Toch, dat zeker niet. Dus dat is geen schrik-effect. Is precies als je naar Hollywood gaat, zie je alleen maar wapens. Maar dat wordt van tevoren vrij goed bekeken van dat het eigenlijk geen scherp. En ook dat is goed onder controle gebracht, anders zou dat niet tentoon worden gesteld. Ik denk dat we even terug naar Malcolm, want de wapens die jullie gebruikten met weekend, ik hoop dat je ze even hebt meegenomen. Ja, ik heb er een paar wapens meegenomen. Dat is niet alleen wat we in het weekend gebruiken, maar dat is standaard bij onze trainingen, afhankelijk van je gradatie. Ja, dat kan. Ik kan het even laten zien. We hebben bijvoorbeeld de steekwapens. Hiermee trainen we. We hebben de vuistvuurwapens. Dit is een replica van een Glock. Oké.
We hebben de knuppel. Dat is rubber, maar daar kan je flink goed realistisch mee trainen. Okay. We hebben natuurlijk de houwer. In het buitenland, bijvoorbeeld Nederland, is het niet gebruikelijk. De machette, zoals ze het noemen, okay. Die wordt ook mee getraind. Dat is voor de hogere gradaties. Kan ik even laten zien. Netjes. En we hebben de semi-automatische wapens. Dit is de rifle. Is de AK-47, een replica ervan. En hiermee wordt ook getraind. Dit zijn standaard attributen van Krav Maga Academy Suriname, waarmee je getraind wordt. Nou, kijk, als je ziet het, het heeft natuurlijk geen trekker. Dus you can pull the trigger. Maar staat u een idee heeft. Nou, dit zijn allemaal situaties die we hebben om een idee te geven dat wanneer experts naar Suriname komen, eigenlijk het no-nonsense is. En geloof mij, als we bewust zijn dat we willen meedoen aan een stukje extra verdediging, ze zeggen dat niet alleen voor jezelf, voor je gezin, voor je naasten. Als we allemaal zo bezig zijn, zouden we veel meer kunnen oplossen in dit land. Dan eindelijk tegen elkaar zitten schreeuwen en tegen standbenen trappen. Terwijl we eindelijk met z'n allen toch veel verder kunnen gaan. Tot slot, Malkonnen. Kan je zeggen al met de groei die gemaakt is. En met je jungle training, welke verwijs dat je gaat zeggen van... je weet niet hoe het volgend jaar eruit moet gaan zien. Want misschien wordt je jungle, het platform veel groter. Nou, we hebben nog een paar verrassingen in petto. Josh en ik, en zeker daar betrekken we Raoul ook erbij, die zeker twee keer per jaar ons ook komt ondersteunen erbij om bepaalde ideeën uit te gaan werken. We hebben een paar ideeën, maar dat laten we als verrassing nog, zodat we de mensen blijven boeien en natuurlijk het Surinaamse publiek. Oké, okay. Raoul, je komt er regelmatig, dus eigenlijk niets nieuws voor jou, nee. Maar je komt altijd wel met een nieuwigheid als je terugkomt. Ja, ik ben bijvoorbeeld een maand geleden naar Israël geweest, ik heb daar mijn examen gedaan, voor hoger level. Maar ik ben ook geüpdate voor technieken. En die neem ik gewoon mee naar Suriname. Daarover gesproken, wanneer je terug gaat naar Israël. Wat zou ik me heel kort moeten voorstellen als je gaat voor upgrading of voor technieken? Want ik neem aan dat niet alleen de oorsprong, maar dat het op het hoogste niveau in de wereld ook wordt uitgevoerd. Klopt. Onze hoogste baas, de master Eyal Janilov, die traint ons. Zijn team bestaat uit mensen uit de ex-geheime dienstenleger van Israël. Ja, we hebben een specialisatie in het huis en die boodschap heeft ze door aan ons. Okay. En zodoende geven wij het door aan over heel de wereld. Goed. Jos, tot slot, hoe lang ben je vanaf dag 1 betrokken met Malcolm bij de Academy? Ja, Malcolm en ik hebben samen in februari 2015 de Krav Maga Academy opgericht. En sinds toen zijn we begonnen. We trainen al, Malcolm al trainen in 2009 geloof ik, of 2008 ben je begonnen. En ik in eind 2009 ben ik begonnen met Krav Maga, in Nederland toen. En toen we samen hier waren in 2015 hadden we zoiets van, ik denk dat we dat in Suriname wel kunnen gebruiken. Goed zo. Tot slot, Malcolm, de trigger die je hebt gehad voor Krav Maga. Zeg je van, dit eindigt eigenlijk nooit meer. Nee. Ik wil die mensen ook waarschuwen. Het is verslavend. Ja. Goed, bedankt aan Malcolm Bilkerdijk, Raoul Ramjouwen en Jos Benter. Heren, bedankt voor de komst naar de studio. Graag, fijn graag dat je jullie had en wie weet zien we elkaar over een paar maanden weer. Dankjewel. Met Krav Maga in Suriname en de Academy zetten wij ook in de verdedigingssport een belangrijke stap. Maar niet alleen het verdedigen, een stukje discipline, saamhorigheid. Je leert misschien je lichaam ook beter kennen, maar je leert ook verdragen. Maar als het komt om verdedigen, hoef je misschien straks voor niemand meer bang te zijn. Want deze sport heeft een ijzersterke discipline. Nou, wij vervolgen zometeen Q&A Studio Sport met het sterrentoernooi. En dan schuift collega Rashid Sultan zometeen aan. Welkom terug. En wij vervolgen het programma gelijk met Koning Voetbal. Intussen aangeschoven collega Rashid Sultan. Rashid, goedenavond. Goedenavond, Koesje. Alles goed met je? Ja, lekker. Ja? Zeker. De vakantieperiode loopt een beetje ten einde, nog één weekend. Ja, zo is dat. Okay. Zo is dat. Goed zo. Dan hebben we natuurlijk het Shalom toernooi gehad. Vroeger heette dat het Sterren toernooi. Met natuurlijk fondsen voor Radio en TV Shalom. We hebben natuurlijk twee dagen gehad. Vrijdagavond was de kick-off tussen Leo Victor en Robin Hood. Dit zijn de hoogtepunten van die ontmoeting.
Dat waren de beelden van Leo Victor Robert, even naar collega Rashid. Alle ploegen zijn in de voorbereiding. De ene maand, de andere anderhalve maand. Verbaast het je niet dat je zegt, je hebt nog niet de scherpte gezien van Leo Victor en Robin Hood in die eerste ontmoeting? Nee, het verbaast me niet, Kusje. Ik bedoel, clubs zijn in voorbereiding. En ook wanneer een club zijn eerste competitiewedstrijd en zijn tweede competitiewedstrijd achter de rug heeft, dan zijn ze toch nog niet volledig op scherp. Ze hebben altijd toch enkele competitiewedstrijden nodig. Al is de voorbereiding goed geweest. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Real Madrid, dat een hele moeizame start heeft. Maar iedereen weet wat Real Madrid in staat is te doen. De scherpte is er gewoon nog niet. En net zo ook vooraf aan de competitie bij de eerste wedstrijd van het Shalom toernooi. Okay. Goed, de tweede ontmoeting gepland voor die avond om 9:00 was de ontmoeting tussen Transvaal en Inter Mungutapu. Dit zijn de hoogtepunten die wij hebben vastgelegd voor u.
Goed, dan hebben we, dat was de laatste wedstrijd voor die vrijdagavond, terug naar Rashid. Rashid, ook weer een krachtmeting tussen Transvaal en Inter Mungutapu, waarvan je zegt Transvaal anderhalve maand al in training, Mungutapu iets minder dan een maand. Ja. Hoe belangrijk is zo'n toernooi op zo'n speeldag voor deze vier clubs? Bijzonder belangrijk als je het aan mij vraagt, Koesje. Het zijn vier van de grootste teams, zeg maar, van het Surinaams voetbal. WBC is de club, de grote club die eigenlijk ontbreekt in dit geheel. Transvaal heeft een fantastische geschiedenis. Is eer vorig jaar nog semi-kampioen geworden. Vorig jaar wel een beetje afgezakt naar de vijfde of de zesde plek. Maar dat doet er allemaal niet zozeer toe. Het is belangrijk, zo'n toernooi. Net vooraf aan de competitie heb je dan een meeting met een groot team, met een sterk team. En dan weet je ook een beetje waar je staat. En dan natuurlijk, vandaag was het sluitstuk waarbij de verliezers van vrijdagavond zouden moeten uitkomen om de derde en de vierde plaats. En dit is de uitslag geweest. Een ander aspect is, Rashid, dat volgens de laatste medewerking van de voetbalbond zou de loting van het nieuwe seizoen gisteren moeten hebben plaatsgevonden. Ja. Totdat donderdag een mail kwam dat het niet doorgaat vanwege bijzondere omstandigheden. En tot vandaag weten we eigenlijk nog niet wat de reden is, wat de bijzonderheid is. En dat betekent dat clubs nou eigenlijk straks een beetje in het duister gaan tassen. Want iedereen denkt, eerste speeldag misschien 4 oktober of het weekend van 6, 7, 8. En nu hoor je, het is aangehouden. Precies. Dat kan lastig zijn. Ja, nee, absoluut. Je vraagt je af, komt er weer een, zoals vaak is gebeurd, een uitstel van de start van de competitie? Want daar zitten clubs ook te kijken. Kosten worden hoog, mannen, training moet ze betalen, alles. En dat heeft te maken met een stukje planning. Je weet dat je zegt, als je aankondigt, je gaat beginnen, dan zou je ook moeten beginnen. Precies, de SVB is inmiddels een organisatie die al zo lang bestaat. Ze kunnen zich niet meer op dezelfde manier snijden in de vingers. We zijn benieuwd. In ieder geval heeft de loting niet plaatsgevonden. Als de competitie 8 oktober staat, weten we niet. De geruchten doen eronder dat men nu al wil zeggen welke verenigingen willen zich sterk maken voor de profleague, Rashid. En dat zou de 3-4 moeten zijn. Dan zou de competitie misschien moeten worden uitgesteld. Toch, want als je naar een profleague gaat, dan komen er andere regels bij kijken. Je praat over andere contracten, verbintenis. Is die regelgeving er? En belangrijker nog is, we moeten maar op twee locaties moeten voetballen. AK en Z1. De rest is niet goed. Ja, ik wil het gelijk aan jou vragen, Kwaad. Hoe realiseer, waar denk jij dat dat is? Dat zou je moeten uitstellen, denk ik, met een maand of twee. En vragen wie zou mee moeten doen. Maar dan heb je ook de licentiecommissie. Voldoende clubs ook aan de licentievoorwaarden. Ja. En ik zou zeggen, speel alleen in AK en SZ.
Maar laten zij hun huiswerk gaan maken. Want anders gaan wij voor ze nadenken. Ja. Wat we graag ook doen. Maar het is hun pakje aan. Maar dat betekent ook, als dat gebeurt, kan je een vertraging krijgen. En mensen zijn vanaf augustus in voorbereiding. Het kostenplaatje loopt maar door, loopt maar door, loopt maar door. Ja, absoluut, absoluut. En ik denk ook niet, Quaraisi, dat... kijk, nu zoals ze ervoor staat, nemen 14 clubs deel aan de competitie van de eerste divisie. Maar als er echt die profleague moet komen, zal dat aantal niet zo hoog liggen. Dan is de grote vraag, hoe zal die competitie heten? Want de namen zijn weer veranderd van topklasse en hoofdklasse naar eerste en tweede divisie. Als de profleague komt, dan heet het waarschijnlijk gewoon de profleague. Met dank aan collega Rashid Sultan, zegt Quaraisi Nagesing. Dit is het weer geweest voor QN Studiosport. Fijn dat u erbij was. Wat ons betreft graag tot de volgende week. Rest mij nog een hele fijne avond te wensen. Goedenavond.